Hé? Ja, ja. Ja. Ja, goed, ik vind het best. Kijk, wat zal ik zeggen? Kijk, als er niks aan de hand is en je gaat boodschappen doen bij de Aldi, ik noem maar wat, dan zijn er dingen waar je niet op let. Er zijn een hoop dingen waar je wel op let, namelijk de dingen die je normaal gesproken altijd koopt om te eten, om een maaltijd te maken. Maar er zijn ook heel veel dingen, dan loop je gewoon straal langs omdat het je niet interesseert. Dat zijn dingen die je normaal gesproken niet koopt, waarvan je niet weet wat het is. Je weet niet wat je ermee moet. Totdat je een keertje bij de parodontoloog bent geweest. En dan ga je ineens heel anders kijken naar wat er zo aan voedingsmiddelen te krijgen is. Ik noem een dit. Ik laat dit even zien. Weten jullie wat het is? Geen idee, hè? Geen idee. Tapenade. 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 En wat voor tapenade? Dat is een tomaat tapenade. Oftewel een tapenade tomaat. En wel 200 gram. En wat is tapenade? Dat heb ik net uitgeprint. Ik weet het niet. Ik heb het net geprint. Ik ga even printje. Moment. Ik heb het even uitgeprint. Hallo, ik heb het even uitgeprint. Tapenade is een dikke koude saus bereid uit olijven en kappertjes. Niks mis met olijven en kappertjes. Van oorsprong is het een Provençaals product. Fijn. Het heeft ook iets te maken met pesto. Pesto is daar een variant van. Of misschien dat de tapenade een variant is van de pesto. Pesto is een... Komt het Genua? Dat is een Italiaanse saus. Oorspronkelijk gemaakt. Ja, het is nog steeds parodontoloog, hè? Dus. Non de jus, ik probeer van alles om. Parmezaanse kaas, pijnboompitten. Daar heb je die godvergeten pijnboom. Ze stoppen overal je godvergeten pijnen tot in de sla en toe. En de pijnboompitten. Pesto heeft een smeuïge textuur, maar dit is dus geen pesto, dit is tapenade, dat is weer wat anders. Met kappertjes. Zwarte olijven, anchovies, gemarineerde tonijnen, mosterd, fijngemalen en vermengd met olijfolie, cognac, en Provençaalse kruim. Dat moet je ermee. Ah, borrelhapje op een toosje. Dat moet op een toosje. En dan kan het er ook wel op zo'n... hè? Nou ja. Oké. Ja. Ja. Te vroeg. Dit was tomaat-tapenade. Dan hebben we hier ook tapenade. Zoete peper. Zoete peper. Ik probeer het gewoon. Druk. Het een beetje naar kaas. Kom maar achter. Zat er niet. Zat er geen kaas in. Ja. Goed te doen. Is lekker. Nou slaat de peper toe. Het duurt altijd even voordat de peper... Maar dan hebben we ook nog een pittige zoete peper, hoe is dat nou? Dus ik vind het verdomde pittige peper. Misschien dat hij ook goed is, maar voornamelijk pittig. Dan hebben we hier nog de witte
wievenkaas. Witte wievenkaas, dat is... Staat erbij. Kruidendipsaus met Franse roomkaas. Nou, roomkaas, dat ben ik ondertussen wel gewend. En ja, om te dippen, dus... ben ik ondertussen ook wel gewend. En dan zullen we eens even kijken. Nou, ziet er zo uit. Kijk, niks mis mee. Ziet er toch heel aardig uit. Nou dan, met stukjes groen. Er zit een stukje groen in. En dat zullen dan wat de kruiden zijn. Kijk, ik heb hier zo'n dipstokje. Ah, dat is heel zacht. Kijk, heel zacht. Heel smeeg. Dat gaat heel makkelijk. Lekker. Dit is echt lekker. Momentje, heb ik geen dipstokje voor nodig. Dept ook lekker die peper. Die zogenaamde zoete peper, dept die heel erg. Oké. Hey. Nou zie je, zo komen we nog eens ergens. Het is lekker. Leuk. Dat was het voor vandaag. Hey. Adieu.